In december en januari valt u weer op de mat. De voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het komende belastingjaar. Maar wat is dat ook alweer, een voorlopige aanslag? In deze video leg ik het je uit. Een voorlopige aanslag is eigenlijk een voorschot op je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het bedrag op de aanslag is een schatting van hoeveel belasting je over het komende jaar gaat betalen of hoeveel geld je van ons terugkrijgt. Een voorlopige aanslag is handig als je verwacht dat je een groot bedrag moet betalen of geld terugkrijgt. Hoe werkt dat ook alweer? Als je geld van ons krijgt, ontvang je dit in maximaal 12 maandelijkse termijnen. Als je moet betalen, kan dit gedurende het jaar in maximaal 11 maandelijkse termijnen. Hiermee voorkom je dat je bij de definitieve aanslag van de inkomstenbelasting in één keer een groot bedrag moet betalen. Als je bij een voorlopige aanslag moet betalen, kun je er ook voor kiezen om de betaling in één keer te doen. Dit doe je online in het overzicht Betalen en Ontvangen. Dit overzicht vind je via de link in de beschrijving of check deze video waarin we dit uitleggen. Na afloop van het belastingjaar doe jij aangifte inkomstenbelasting en verrekenen wij de voorlopige aanslag met je definitieve aanslag inkomstenbelasting. Oké, terug naar de voorlopige aanslag. Wat moet jij nu doen? Het is heel simpel. Check of de gegevens op je aanslag nog kloppen. Wij hebben het bedrag van jouw voorlopige aanslag berekend op basis van bij ons beschikbare gegevens. Stel, er is in het afgelopen jaar iets veranderd in jouw situatie. Bijvoorbeeld, je kreeg een ander inkomen, je kocht een huis, je bent getrouwd of juist gescheiden, of je hebt met je eigen onderneming meer of minder winst gemaakt, dan kloppen de gegevens misschien niet. Deze kun je aanpassen in Mijn Belastingdienst via belastingdienst.nl/voorlopige aanslag. Ook als er gedurende het jaar iets verandert in je persoonlijke of financiële situatie, kun je de voorlopige aanslag meteen zelf wijzigen. Zo kunnen wij je voorlopige aanslag zo goed mogelijk opnieuw berekenen en voorkom jij verrassingen bij de definitieve aanslag van je inkomstenbelasting. Als het goed is, ben jij nu helemaal voorbereid op die voorlopige aanslag in de brievenbus. Kom je er na deze video toch niet uit, of is er iets nog niet helemaal duidelijk? Ga dan naar belastingdienst.nl/voorlopige aanslag. Of stel je vragen in de comments. We helpen je graag verder.